Het is weer tijd voor het jaarlijkse kerst-wintercircus in het Parktheater in Eindhoven. Het is de 48ste keer dat het theater verandert in een circus. Vrijdag waren de generale repetities. Elk jaar zijn er weer nieuwe acts uit verschillende landen. Desondanks is het een heel hechte club. We're like a family here. Everybody that works here, we are from all over the world, even different continents. But when we're here together, we're like a big family. Hij komt uit Italië, zij komt uit Amerika, hij komt uit Zweden. En dus het is een soort feestje gewoon voor iedereen, voor alle landen. Ja, en dat is een clown hoor. Dat is echt, daar moet je altijd... De artiesten hebben zin om weer in Eindhoven te spelen. Omdat ze hier het gevoel hebben dat ze meer open kunnen zijn dan in andere landen. Well, we always do adapt the act to the country that we're going to. So yes, we did some stuff to fill it in Holland. So it's going to be a surprise for the public, but also for us because it's the first time we perform in Holland. So we will see. Wait, here in Eindhoven, they're very, very expressful. I mean, they're very positive and they like what we do. Everything. Everybody is really nice, and the place itself, it's amazing. So it's really, really good. Well, we're super excited to be here. This is both of our first times in Holland working, and I couldn't be more happy. Here the people are really open, and you can play. It's there more playful than other places. We are really happy to be here. Really, really nice theater, nice city. Everything is very nice. It's amazing, beautiful place. Zelfs voor Arjen Smit, de spreekstalmeester, is het na 8 jaar nog steeds bijzonder. Nog alle verschillende en bijzondere acts die er te zien zijn. Dus ik sta echt letterlijk en figuurlijk met het zweet in mijn handen altijd. Want we hebben een trapeze act, body trapeze. Dat gaat dus echt 14 meter hoog hier in de kap. En dan zie je die twee meisjes daar boven hangen en dat is ongelooflijk spannend. Het kerstwintercircus is van 22 tot en met 30 december te zien in het Parktheater.